Ik weet precies wat telt. Ik volg mijn eigen weg. Dit gevecht is een ware test. Ooit word ik beter dan de rest. Een meester worden is mijn droom. En die komt uit wat ik geloof. Hallo iedereen en welkom. Welkom terug bij de mooie wonder en de mooiste vlog van Scheids. Ik Daan. Als we... Rick en... Oh ja, wie is die andere ook weer? Oh ja, Luc! Zij nou Rick twee keer? Wie? Twee keer. Twee keer, Ik vind het prima. Ja, in ieder geval, ik, Daan, zei ik. Ik dacht, zei Rick, maar dat maakt niet uit. Nee, ik kan gewoon... Oh ja, laat ik een keer deze verder laten lopen, zodat we het spelletje verder kunnen opstarten. Want ik zit nog in mijn startmenu. Ik heb alvast mijn snelle muziek aangezet. Snelle muziek, oh ja. Speed up button. Ja, daar word je heel snel heel gek van. Het is niet anders. To the Fire and Flames van Dragon Force. Dat zat in mijn hoofd. Maar ja, ik heb waarschijnlijk de afgelopen 2 dagen weinig geslapen. En om een of andere reden ben ik nu hyperactief. Dus hoe gaat het verder met iedereen? Okay. Die Janke, ik heb vorige week 50 uur gewerkt en maandag nog 6000 kilo zitten verplaatst in 4 uur tijd. Dus ik wil geen mekker horen van ik heb te weinig geslapen. Nee, maar net genoeg geslapen waarschijnlijk. Klopt, ik heb spierpijn, ik ben gaar als ik al. Ik heb te weinig geslapen. Je bent ik zeg gewoon, al. Ik heb voor mijn doen te weinig geslapen, maar dat is meer mijn eigen schuld. Daar heb ik toch niet bij gezegd. Kom. Ga nou niet weer zo zeuren, yes. Luc. Je bent altijd zo negatief. Zo, ik ben heel positief. Ik ga weer winnen. Hop. Ja, waar is het? Dus, Antwa. Ik krijg een counter al. Lol. Wat zeg je? Begonnen. Antwa, tel af. Schijnbaar is Rick al begonnen? Ja, dan ik geef hem wel penalty of zo. 5, 4, 3, 2, 1, go. Yeah. Oké, ben begonnen. Dan ga ik Daan pesten door heel snel een timestamp te halen. Ga hier. Nee, ik ga gewoon een Pokémon onder de bus gooien of zo. Ik ga van het strand genieten. Een Pokécentrum, een leuk idee. Nee, geen trainen. Nee, het is geen trainen. Daar heb ik Rock Smash. Trainen? Is wel. Daar is Le Gym. Timestamp, Makuhita. Kohoti. Het is een vrouwtje, ik noem jou... Caroni. Caroni? Wat? Nee, ik noem jou Danielle. En pas net. Tot ik het schrijf. Een geniale naamverzinderij gaat verder. Wat is ook geniaal naamverzinderij? Mensen denken dat je gay bent voor mij, Luc. Je hebt het alleen maar over mij. Sommige mensen moeten serieus andere hobby's zoeken dan. Hey, red shirt. Yeah, Rashaan Kees, timestamp. Nee, dat spel spelen we niet. Oké, dit is heel grappig. Ik heb een glitch, want ik kreeg 3 items bij 2 items. Oké, leer mij niet een glitch. Ik heb geen idee, jij hebt hem gerandomized, dus het zal daar wel aan liggen. Oh ja, okay. Dan. Ja. Moet je misschien daar eens een keer even je PC kijken? Of volgens mij, als jij een Sheninja krijgt, of de normale versie van Nincada laat evolueren, dan krijg je vaak een Sheninja in je box. In mijn box? Ja, het zou zo kunnen, dus. Normaal zou dat in je team moeten, dus. Wie ben jij? Ik wil niet met jou praten. Maar ik zal daar even kijken, want ik hoor eigenlijk inderdaad een Sheninja ook te hebben gekregen. Anders ga ik die wel lekker erop gooien. Als het een nice Pokémon is, ga ik gewoon die ervoor gooien. En het is, ja, je raakt me toch. En ik ben alweer een postbode. Breng dit naar deze persoon. Wat is het mis met jullie? Ja, ik. Ik ben een Galactic Grunt die aan het zwijnen is en door zijn leven ben tegengekomen. Maar ik ben bij een Pokémon Center, dus ik zal wel eens een keer kijken. Toevallig thuis.
Ja, het is wel een extra levend schild. Maar nou, levend schild. Ik denk dat ik hem daar eigenlijk kan levelen. Het heeft wonderkracht sowieso, hè? Ja, daarom. Het is een fantastisch levend schild. Je kunt het inzetten als je tegen tegenstander moet die voor moves jou heel veel pijn doet, maar hem niet kan raken. Zoals een Reggie Ice. Nee, mijn game is gewoon geglitcht. Is niet gebeurd. Nou, dat weet ik niet hoe dat werkt. Ja, officieel, ik heb het ook nog opgezocht. Ik hoor eigenlijk nu ook een genie te hebben gehad, maar dat is niet gebeurd. Dus, oh, trainer. Luke, je bent een idioot. Waarom heb je een godsnaam niet even je item aangezet? Zo'n rappel. Oh nee, mijn rival. Die homo. Bedoel je Speedy of ja, de... die homo. Ik had het over die homo. Ik heb niet over die andere homo die... I'm fabulous, homo. En, maar ja, hij is tegelijk ook niet fabulous, maar hij is echt... Welk level evolueert de Bartikel? Geen idee. Het evolueert ergens. Ja, dat is. Oh, fucking hell. Ninetales is echt grappig. Wat is grappig? Ninetales heeft ook zo'n masker op de zijkant van het hoofd zo. Stamp, eerste gym badge. Nou Bas, mijn god. Je loopt ver achter Rick. Maar ik heb nog steeds een speed-up button. Klopt, maar ik heb er volgens mij al 5 of 6. Leuk voor voorbij. Badges, bedoel je? Wow. Met een starter Pokémon zou ik dat ook kunnen. Zoals iedereen dat kan. Het heeft niks te zeggen, je bent gewoon een pleb. Ja. Maar ik ga wel winnen. Wat zeg je, tot je doodgaat. Level 51, by the way. Ik heb ook letterlijk 20 level bonus tegenover mijn tegenstanders hier, dus ik ben niet echt bang voor iets. Dit is Kyo moves. Ja, maar kijk, ik ben geen Antwa. Ik zorg dat mijn tegenstander dood is. Hey. En ik gebruik zelf geen wanted Kyo moves, die zijn ruk. Oh ja, hier heb je daarvoor nodig. Nee, nee. Likkie gebruik soorten. Oh, ik ga weg, ik klein niet van. Ja, en nu gaat je stallen. What the fuck? Wat ben jij? Wat is hier? Aha, grip. Oh, ik word hier heel geambushed door die rot ninja's. Ik zie ze niet zitten. Haha, ah, ik ben ook niks. Dat blijft kijk gewoon zijn. Als ik ga gewoon onder steen. Maar ninja is best wel dood. Ik heb een Gardevoir tegen, zal net zo goed niks kunnen veranderen. Oké, deze Onyx heeft de meest slechte ability ooit. Hij heeft Drizzle. Het is niet dat ik een watermove of zo heb, maar... Is dat het eerste voorbeeld? Heb je een beetje anime bijgekeken al? Ja. Een beetje. Nog niet. Ik heb alles bijgekeken tot vorige week, afgelopen zondag. Dat was me ook afgesproken. Ja. Ik was in ieder geval Waves Listen To Me, dat radioprogramma wat ik zo aan het kijken. Blijft die vaak vinden. Ja, dat is ook vaak. Je weet al dat die radiocheck van vandaag, je weet wel. Het raar, ja. Het budget was trouwens niet meer uitgekomen, of wel? Kijk die serie niet. Niet meer uitgekomen? Nee, er zijn pas 2 episodes van. Ik heb 3 niet gevonden. Van? Van Budget. Oh, kunnen. Ah, ja, jongens. Ik ben slecht bezig. Ik heb geen time aangezet. Yes, we hebben een uur. Nee, we gaan echt geen uur nu nog spelen. Vanaf nu een uur. Vanaf nu 50 minuten of zo. Dus we zijn maar 10 minuten geleden begonnen met opnemen. Ja, ik kan gewoon op 50 minuten. En dan is iets van, ik wil dit gedaan hebben, daarna doe ik niks mee. Ja. ik ga de gym trainers slaan. De game is trouwens best grappig, want mijn hoer gebruikt kut. Ja, maar zoals ik al zei, jouw naam en technieken zijn echt grappig.
Hey, deze zijn mijn naam, als ga ik vanaf van de vorige game al mijn Pokémon's Daan 2 noemen. Ja, het is niet heel veel verschil tussen nu hoor. Dus. Do it. Maar wat vind je dan van kipnuggets? Dat is eten, simpel. Je weet toch dat Luc gewoon een idioot is, dus. Ja, dat weet ik. Ik weet niet of het Ik zit hem te kutten, daarom. Maar ik kom een Suicune tegen. Ja, dat is leuk. En ik weet dus niet of ik mijn encounter al gehad heb. Ja. Probeer hem te vangen en dan zegt Dana daarna wel een keer of, of hij wel of niet mag. Oké, I'll try. Maar we gaan proberen te vangen, tenzij je Ultra Ball zet. Dus het is al dood. Tada, probleem opgelost. Ik ga op dit knop staan. Nee, ik ga het laten gaan. Ik haat Supersonic. Ik weet per god niet wat ik moet doen. Ik haat de Confuse Ray nog meer. Supersonic kan best hard missen. Ja, het raakt het, anders zou het niet irritant zijn. Confuse Ray raakt altijd, dus dat is irritant. Confuse Ray. Oh fuck mij, een Kingdra gebruikt Outrage. Outrage. Holy shit! Goed! Nee, ik leef nog, maar dat scheelt niet heel fucking veel. Ik heb 33 HP. Ah, dat is gemiddeld 33. For the love of god, ik hoor rond de 151 te hebben. Ja, je hoort. Dat klopt, dat heb je heel goed gezegd. Dat hoort te gebeuren. Volgens mij is het gevecht ineens voorbij ook niet. Daans bal ga jij maar. Timestamp, mijn tweede Pokémon is dood. Ah, what happened? Sterker nog, waarschijnlijk gaat mijn nee, gelukkig niet. Ik wou zeggen, waarschijnlijk gaat mijn Ivysaur nou ook naar de tering, want het is een fire Pokémon, maar nee, het is gelukt. Yay, ik heb Nugget dus weer op 100%. Boeia. Oké, die trainer heeft een beetje wat verstreken. Counter is een scissor van level 4. Wat een feest. Oh nee, Daan's bal is bijna dood. Laat ik maar switchen voor Kipnuggets. Want om nou een levend schild weg te gooien tegen de Fable is ook wel overdreven. Ja, maar jij wel. Ten probleem opgelost. Nee, maar die King... Ik kwam er wel achter, Kingdra kan ik niet echt goed raken. Nee. Ah. Hij kan hem wel pijn doen, maar het kilt hem niet in één keer. Als hij dan een outrage doet, of een supersonic. Ah ja, als je zelf ook geen hit en confusion of dat. Nee, ik maakte hem niet in één keer dood, dus heb ik een full heal gebruikt. Ah. Waarom doe ik dit? Waarom wil ik wou geen double battle. Ben ik een idioot? Ik gebruik mijn Chingling nu als... Bent een idioot, absoluut. Prima, Anto. Een Wigglytuff en een Zapdos. Wel, F mij. Dit is je mis, ga zoek de volgende trainer. Yeah. Oh, Raikou ziet er badass uit. I know. Sterf, Zapdos. Ja, Raikou gaat je nog dood. Oh, dat level 52. Jee. Level 18! Fuck. Ah, kijk, een Darkrai. Dat is nieuw. Wat ben jij doen? Tegen een Darkrai aan het werk. Nee, krijg de een of andere move, maar hij is cloaked in een of andere light. Dat deed best veel damage. Daar is mijn healer. Wat een move is dat je cloaked in light? Nee, zou wel. Ik wil dat mijn Pokémon even beweegt, dan kan die wel dit soort beesten one-shotten. Ja. Ik denk dat ik maar eens even in deze grot blijf vechten. En allemaal Seekens, die kan ik wel gebruiken voor level. Okay. Wat? Oké, waarschijnlijk ben ik nu mijn Winkelbite kwijt.
Wat heb je gedaan? Dat is niet goed. Ja, ik kwam een Darkrai tegen en die deed allemaal Darkrai moves. En toen deed hij ineens, vanuit het niks, deed hij Aurora Beam. Ouch. Ja. Doet damage. Dat doet best wel damage, ja. Dus, zal ik stoppen met spelen en gewoon een episode niet meedoen, of... Ik ben nog niet dood, hè? Klopt, maar laten we eerlijk zijn, Gabite was jouw powerhouse. Ja, dat klopt. Ik doe ook nog gewoon mee hoor, Luc. Ja. Klopt, maar laten we eerlijk zijn dat de afstand nou wel heel groot is. En tenzij ik een Amy doe. Nou, hoezo de afstand heel groot? Ik mag tot tegen gym 3 of zo mag ik, of gym 4 zelfs, mag ik Sweeter Butter gebruiken. Ik kan nog levelen. Ja, ja. Maar ik ben al bijna volgens mij gym 6. Dat is leuk voor je. Bij gym 5 nu. Ik ga gewoon maar met een kaart. Stop je gym in je reet? Hij dat uit. Sorry. Ik zie wel wanneer ik een keer dood ga. De kaart is wel snel als ik weet niet waar, dus ik kan altijd YouTube gebruiken. Ja, tot je keer behoorlijk dat niet doet en een T's hadden overleefd en die brandt je dood in één schot of zo. Ja, dat is best wel een mogelijkheid. Dus, ik wil dat jij je papa mist. Rot op. Ik wil mijn papa. Nee, die wil je niet. Waar zitten er allemaal van die medicus onder de grond verstopt? Dat is leuk. Met een Celebi. Ik denk een kaart uit trainen. Celebi, jij krijgt een Fire Punch. Yeah, One Punch Man! Encounter, een snoever. Dat is wel schattig. Gewoon vangen, dingen zijn er grappig. Weet ik, maar ik knal alles dood. Ja, daar heb ik ook alles van. Maar daarom heb ik fossils. Bent zelf een fossil, jongen. Ja, daarom. Waar heb ik allemaal? Fossil, man. Nee. Ik heb maar 3 Pokémon uit fossils gehaald deze keer. En ik heb TM03 Close Combat. Nog steeds een fossil. Don't cry. Ah ja. Everyone has to die. Mijn god, een level 34 Pidgey. Heb ik flying types? Nee. Ja, roost. Whoopsie. Wat? Dat was er al twee. Nou, ik heb een dubbel battle, aangezien ik 2 Pokémon heb waarvan er 1 dood is. Ja, daar ben je, Shaq, ja. Hoe gaan we dit doen? Vechten. Om battelen. Ja, maar ik mag de dode Pokémon er niet gebruiken. Ja, gewoon gebruiken, shit happens. Wel, dat is gewoon nu. Helaas gebeurt dat, het is back. By the way, timestamp, mijn Sharpedo is dood. Het gaat wel hard, Dan! Nee, ik deed YouTube en toen had ik zoiets van, ja, dit gaat hem nooit in één keer doodmaken. Dus zet ik mijn level 1 Sharpedo in. Ja, dat is niet slim. Het gaat echt alles kapot nou, Daan, bij jou, zeg. Hey, ik ben nu met een level 31 Nekade aan het vechten. Hè? Waarschijnlijk heeft de gymleader sterkere Pokémon dan ik. Ja. Flareon was trouwens super schattig. Oh ja, trouwens, heeft altijd misschien niet veel mee te maken. Maar blijkbaar is letterlijk een Neko Porno film. Dat ze letterlijk gewoon met 2 Japanse cosplay dames en dan hebben ze het over Neko Para. Moeten we daar Thijs voor geven of moeten we dat niet zeggen? Wat hè? Dat is echt een Neko Porno film. Ah. Oh, dat geloof ik, maar ja, alles wel. Ja. Yeah. Waarom denk je dat? Wat zou de kans zijn dat Thijs die nog niet heeft gekeken? Is de vraag. Geen idee. Ik denk minder als 0, maar. Dat zal Thijs wel niet doorgaan. Thijs, er is een Neko Porno film. Ik ken nou, Reggie Ice. Maak die jou dood? Het is een Reggie Ice, die wordt gelavabloemd. Ja, oké, waarschijnlijk niet dan. Reggie Rock dan.
Ah, nee. Nee, Reggie Eitje is dood als fuck. Waarom doe je een middagboot tegen een Urkwijk? Level 53. Waar moet ik alweer naar de wc? Of ben ik gewoon naar de wc gegaan? Ja, daar ben je daden voor. Zeg wijf. Als je wilt, kun je ook even zeggen. Je kunt ook zeggen paspauze, dan stoppen wij allemaal eventjes. Nee, als dat gaat alleen gebeuren wanneer het echt wordt. Pak ze fles er maar bij. De volgende keer gewoon een luier aantrekken. Als ik. mocht ik nog deze aflevering doodgaan, dan ga ik wel even naar de wc. Toch niet slim om niet naar de wc te gaan voor het. Dat heb ik wel gedaan, maar ik moet weer, want ik heb gewoon een. Bent gewoon aan. Lek! Ik ben gewoon een zeikweef, ja. Sowieso, maar. Nog lek ook nog. Ik ben Rio's aan het wandelen vast. Gaat even weg. Oké, okay, Dompfen is raar. Ik ben raar. Oh, die zet de rug naar me toe, dat snap ik hem. Ik zit er een counter eerst, maar dood gaat het toch wel. Weedle! Ja? Asp. Leuk voor jou. Burn! Waarschijnlijk moet ik met hierheen, maar ik met die gas vechten. Kan ik daarheen en dan kan Anta, ik. Anta, heb je ondertussen door je speed-up button heen? Nee, want ik ben nu opzettelijk aan het trainen. Grinden! Had kunnen grinden. Gaat nog steeds kut. De Daan-hobby. Misschien hobby, dat is gewoon een strategie. Dat heb jij ook gedaan, gegrind in het begin? Met je tweede save-faal. Dat heb ik daar gedaan. Waarom zou ik dat niet doen? Ja. Ik heb ook opstelling zelfmoord gepleegd met een koffer op de kudding was. Kom, dit cheat gewoon keihard. Ja. Dit is geen goede Pokémon. Laat ik maar een doodje. Ja. Volgens mij had hij ook echt kutmoes, of niet? Ja, hij had echt 3 buttmoes. Serieus, Team Galactic heeft 1 keer iets opgeblazen en nu dreigt iedere Galactic Grunt met. Ja, deze stad is saai, ik blaas de boel op. Serieus, ga weg. Het zou niet grappiger zijn dat alle bommen van het team gelijk afgaan in het hoofdkwartier. Kijk, heb ik nog iets van. Zulke dingen. Nee, dit is kut, dit is kut, dit is kut, dit is kut, dit is kut. Ik ben tegen alle trainers aan het stampen. Dit is kut, dit is kut. Dat is leuk. Sterf, Jolteon. Tijd om dood te gaan, die gecrashed een week, jongens. De wie? Jimmy. Ja, hij gaat dood tegen de gay. Oh. Wat vind jij homo aan hem? Oh, zijn strakke broek. En dat hij zijn blote bas rond heeft pot. Ja, maar het is een water. Waarom heb ik dat eigenlijk echt? Body slam! Van een ninja als ik trouwens. Dat is dus heel erg. Where is it? Oké. Ik weet trouwens ook niet eens wat mijn ability is van mijn ninja als het is. Als ik het overleef, kan ik er daar kijken. Tot nu toe krijg ik gewoon prutpokken tegen, dus Nee, dat is gewoon dat je meteen een legendair 2 tegen krijgt. Nee, ik heb een Militite heb ik meegekregen en nu kom ik een Meryl tegen. Maar Meryl ziet er echt nou moet ik per se dat dual battle moet doen, want die wat Thijs heel erg zo top, ik heb geen zin met jou hoor. And it's dead. Yeah. Kill it, fire. In this case, there is relief. Thijs! Luc! Mijn Jessa zit in level 33, goed hè? Je leeft nog? Ja, ik krijg een heel kut Pokémon tegen. Ik moet nu tegen level 37 misdruffen.
Waarom heeft team Grunt een Rayquaza? Je moet tegen level 34 Shelder. Ik doe een duel battle. Toch niet even huilen. Oh nee, de onrust wint. Hij is onrust. Hij doet veel damage. Ah, Slowking. Dat is misschien wel minder. Ja, dat is wel inderdaad minder Slowking. Maar daar heb ik geen dingen tegen volgens mij. Want steel is niet effectief op water, of wel? Dat is een very effective spell. Fuck! Nee, dit gaat fout. Wat hoorde ik, Luke? Wat hoorde ik? Gaat dit fout, Luke? Ja, de Slowking die doet meditate. Dat is niet grappig. Dus ik moet iets meer geweld gaan gebruiken. Nou, nee. Ik kan die power centrale weer in, dus... God op met je citrus berry. Ik ben bijna van mijn power button af. Wat is Luster Purge? Luster Purge is een sterke psychic attack. Ah, ja, het deed gelukkig maar 60 schade, dus niet zo beangstigend. Maar ik dacht mezelf, wat the fuck? Ah, Slowking is nog steeds niet dood. Oké. Okay. Nou, kans dat ik nu dood ga. Ja, als ik nou gekrit word, ben ik de lul. Mijn hals is dood. Als ik gekrit word en dat Daan ook dood gaat, dan sta ik gewoon weer eerste. Ja. Dat zou echt super grappig zijn. Als je vaker dood gaat. Tijdens tijd ik ben dood. Dat is echt. Daan, ben je dood? Ik ben dood. Ben ik helemaal... Wauw. Mogen we ons gevecht afmaken of moeten we ook in ons gevecht stil blijven staan? We mogen het gevecht afmaken, toch? Ja, doe maar het gevecht afmaken. Ik ben wel even pissen, dus Daar gaat pissen, dan wachten we gewoon even. Ja, wacht maar. Gevecht afgemaakt, dus ik wacht al. We laten gewoon de opname verder gaan, want ik ben een engel. Tot zo. Timestamp, hoer is dood. Well, that was fun. Ja, zo hoer? Dat was een murgro. Oh. Blijf stilstaan. Ik ga nou aan eens inzetten. Kijken of Slowking level 36 kan winnen van mijn Staryu level 1. Joei. Alles gaat in de sacrifice pile op het moment. Nee, ik ging ervan uit dat de bastard weer Luster Purge, dus een psychic move. Aangezien Murko Dark is, had dat niet gewerkt. Maar toen besloot hij een keer iets anders te doen. Het is jammer, heet zoiets. Nee, is niet erg. Murko was niet zo belangrijk. Ik kan nou met Anus, die er nou is, even een Hyper Potion op mijn main gooien en dan sla ik me de volgende beurt in één keer dood. Is het plan. Plan, ik ben er weer. Ik ga een nieuwe file openen. Oh ja, je hebt gemist dat mijn hoer dood is. Oh nee, je hoer. Wat erg. Ja, levensschild, weet je dat werkt. Ja. Tot als een levende schild erop zijn. Ik heb er genoeg. Maar dat houdt een keer op. Ja, ik ben er nou eigenlijk 2 kwijt. Woehoe, ik heb er steeds 3. O jee, heel erg. Ik vind het alweer een paar fossils. Of je hoofdmon gaat dood. Ja, dat is wel leuk. Kom op, man, zie je me vooraan. Ik ben geen Daan. 2 minuten later, Luke is dood. Oh, ik leg me dan heel dood. Dat is bijna net zo erg als de finale episode van Pokémon Geel, waarbij Daan met hartstikke dood ging. Maar welke keuze Pokémon heb je, of ben je daar nog niet? Eigenlijk langer niet, ik ben bezig met mijn stomme rival na te geven. Ah. Noem me Bastard. Of You Bastard. Oh, trouwens Daan, als we in het keer dat we vrij hebben, een dag aan Ingress moeten even wat achterzooi verzamelen. By the way, wanneer mag ik toch beginnen? Gewoon meteen beginnen, of Ja. Oké, dan mogen jullie in 5, 4, 3, 2, 1 komen. Ook weer verder. Wanneer ben je? Hup. Hyper Potion en Kip Nugget. Dus Kip Nugget is nou weer crème de la crème. En Anus is verder, dood. Hè? Ja, jullie mogen verder. Options. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Timestamp, Anus is dood. Oké. Fijn. Hoeveel Pokémon heb je nog over? Is jouw Anus ook dood? Ja, hij is gewoon ruw en al vernederd. Kip Nugget. Is Kip Nugget nu ook dood?
Nee, die maakte de Slowking nou dood. Oh. Maar ik kon het risico niet nemen, want ik had hem met een Fire Punch net iets meer dan de helft afgekregen. Maar dat is niet helemaal gebalanceerd. Want heel af en toe doe je net iets minder schade of zo met een move. En dan had hij mij vermoord. Goed, ik ga mijn spannende moment in. Een gym battle? Oh nee, tegen Max. Nee, tegen die freaking de rode uit de centrale dingen. Ja, Snickers. Mars, Snickers, Bounty. Ja. Dan had je gehoord wat ik vroeg net? Of? Ja, denk het niet. Ik heb het niet, denk ik niet, geprocesseerd. Nee, dat dacht ik al. Ik zei van, als we willen gaan ingressen over 2 weken. Aha. Speeder, even level 8 zooi zien te halen. Maar nu schijnt het dus dat we 2 level 8's en 2 level 7's kunnen inzetten als per persoon. Dus dan kunnen we... Ik heb een Ninetales. Een Lotad. Ik denk dat ik wel een... Het is wel een volledige evolutie, dus dan kan die geen nieuwe moves leren als ik het moet. Goed, de eerste is gewoon Bos in de Was, Timestamp, ik heb Ninetales. Oké, één slecht nieuws voor jou, dat is een Pokémon geëvolueerd met een steen. Ja, dat weet ik, dat zei ik al. Die ligt er nieuwe moves bij. Jee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 
starren, wat de fuck doet magma starren? Hey, mijn rival heeft een Seedot dus. Wow, dit was easy. Waar de vorige Mars 2 Legendary had, had ze nu Staryu en nog iets wat heel makkelijk doodging. Dus kijk, Rennen. Kom hier, ja, ik had HM03 gekregen, ik heb Surf. Oh nee. Ja, welke move ben ik vergeten? Oh, het heeft Cloud9. Top. Ik heb nou Fire Punch, Lava Plume, Surf en Aurasphere. Ik heb Magma Storm, High Jump Kick, Ember en Swallow. Ah, je hebt de anti-move. Ik ga Dragon Rush niet leren, want dat is gewoon te risicovol. Ja, die mist iets te vaak inderdaad. Dragon Rush is geen goede move, nee. Hey, sterk, maar hij is niet goed. Dat is. En Danielle kent de submission. Ha, dat is de echte Daan. Nou, ik moet deze kant op ofzo. Oké, even Pokémon's in de box gooien. Die pot zit. Dag Hoer. En dag Anus. Poeh, wordt nou wel lastig. Ik heb helemaal geen zin in dit gezeik te horen van jou. Het is Digimon. Ik het uit. Heb je ooit een Nidoking zien vliegen? Nee. Nee. Ik ook niet, maar dat is wel beangstigend. Zo is dit. Ja, ik kom alleen maar Gut Pokémon tegen. Ja, maar dan kom je dadelijk die ene legendary tegen die je kunt vangen en die vermoord jou weer. Welke legendary die ik kan vangen? En Antwa, heb je gevecht tegen Snickers overleefd? Yes, yes. En de speed-up button is uit. En ik ben nu verder aan het lopen. Leuk, dan ben je net als ons mortals. Ik kon net. Dat is red. Maar waar haal ik nou mijn tweede badge? Oh, door blijven lopen. Ik kom dadelijk een keer naar het bos en zo. Oké. Nee, route 218 hier mag ik waarschijnlijk iets vangen. Maar ik moet gaan zwemmen, ik heb geen zin in zwemmen. Oh. Ja, ik heb een Pokédex. Hey. Hoe voel je nu dan in je Pokédex app? Voel je je nou mannelijk? Ik heb je HM01. Nee, ik voel me vrouwelijk, ik ben een meisje. Het is kut. Oh yes, BP Max. Mijn tweede al. Kijk, Cynthia ook al aan kan vallen. Die andere wel. Oké, what the fuck ziet Licky er heel vaak uit? Ja, dat klopt. Ik ga healen en ik ga grinden. Maar je mag grinden tegen Crash Awake.
Oh ja, Antwa, je had als je speed-up uit moeten zetten toen je tegen Mars ging vechten. Ja, wat had ik gedaan. Oké, okay. Ja, dat vergeten sommige mensen nog wel eens ooit. Rek? Nou... Wat, hè? Oh. Wat? Oké, okay. Ninetales, leersu. De speed-up button uitzetten? Ja. Ja, als je die... En dat moet je doen voor je het gevecht aangaat met die gek die jou vermoord heeft, niet na. No. Nooit. Oh, nooit. 54. Ik kom alleen maar water-Pokémon tegen hier, dus dat is fijn. Ik ga grind als een fuck. We verwachten niet anders van je, Daan. Ja, Pokémon waar ik tegen mag tegen vechten, Kingdra en Slowbro. Ik hoop dat hij nou One Kick Knockout doet, maar... Fire Pokémon zijn eng. Tuurlijk! Als je wilt kan je Kip nog een keer tegen Ivysaur laten vechten. Nee, dank je. Fuck this. Liever niet. Dat vraagt een hoofd. Magma Storm, super sterk, maar het heeft 70 accuracy. 7 accuracy, dat is zielig. 70. Kijk of ik patch 2 ook kan halen meteen. Denia. Grand Zamor. It's time to grind! Screw the rules, I can grind. Waarom heb je al level 40 Pokémon bij de eerste gym, hè? Hey, er is een gek geweest die letterlijk een Charizard level 100 heeft gekregen door in de eerste veldje er weer te blijven lopen. Ja, die heeft gewoon echt geen leven. Hoeveel tijd kost dat wel, nee? Geen idee. Te veel. Lange zuchtrek. Ja. Maar je bent alweer voorbij Antwa volgens mij, als jij tweede batch al hebt. Ah, nog bijna. Niet, ben in tweede batch aan het vechten. Oh fuck, ja, hij is mij voorbij. Maar ja, hij heeft een speed-up button, hij is dood gegaan nadat jij, ver na jou dat jij kind dood gegaan bent, dus. Ja, klopt. Oh mijn god, ik heb Fisherman Luke verslagen. Tweede batch. Nice. Timestampen die shit. Nou, dit is was minder eng. Clean als dat ik wilde, maar goed. Dit is eng, dit is heel eng. Opschrijf, dit is eng, heel eng. De bommen van Snow zijn ook eng, maar de bommen van Snow deed Gigadrain. Een Metagross met Wing Attack, geloof ik, tegen mijn Cabbage. Ja, dat doet pijn. Dat doet zeer. En ik kan niet weglopen volgens mij, want het is een trailing battle. Heb je ground moves? Nee. Heb je vuur moves? Nee. Heb je fighting moves? Nee, ik heb 3 grass moves en een poison move. Ik gebruik geen poison moves, ik gebruik alleen grass alsjeblieft, een poison bear. Ja, I know. En ik ben niet snel genoeg, so I dead. Wat, moet je stoppen? Yep, I dead. Totally dead. En het ging heel goed. En we stoppen weer. Weer allemaal stil blijven staan. Time of zo. Oké. Maar Antwa, nieuw record. Nieuw record, ja. Ik ben echt 4 meter verder gelopen dan de vorige keer. Zoals ik al zei, aan het einde van de rit heb je heel misschien badge 2. Nee. Slow clap, Antwa. Slow clap. Ik zei toch dat het niet goed zou gaan? Ik heb een Ninetales, ja. Deze leert geen nieuwe moves bij. En ik zit hier vol met een veld tegen water Pokémon te trainen. Dus het kan doen. Maar we wachten wel even. We wachten wel even tot Antwa zegt wel dat ze mag. Ik kan ook daar bij het andere veld kijken wat ik daar tegenkom. Zijn jullie überhaupt stil?
Ja? Wie? Wat? Wie? Wat? Waar? Wie? Waar? Wie? Daan, stil staat, niet verder spelen, vuile valsspeler. Ik sta stil! Hoe kan ik dat zien? Nou, in je fucking dromen, man, hoor. En ik sta in mijn kamer, veel plezier. Nou, Daan, in elk geval, dan kunnen we... Go! ...voor 8 burgers verzamelen. Waar? Weer! Oké. Soort van. Zwaar. We horen jou nu eventjes niks. Maar zoals ik al eens een keer de vorige aflevering tegen ons heeft gezegd, tegen jullie, onze kijkers, een beetje last van dat hij op een andere run zit. Want normaal zit, dus hij kan soms wegvallen, maar hij is er weer. Yeah. Ik ben niet eens weg geweest. Ik was gewoon stil. Ik weet dat het zeldzaam is. Nee, dat kan niet. Nee. Sorry. Dat geloof ik niet. Dat geloof ik echt niet. Dat is een zware leugen. Is Antwoord nog een leven? Want Antwoord was heel stil. De enige tijd dat Luke stil is, is als hij aan het drank is. Ja. Of als hij aan het drank is. Kunnen we beginnen, Antwoord? Kunnen we beginnen? Ik heb al lang ja gezegd, schatje. Oh, ja, dat okay, is gemist. Echt, ja, ik kwam een beetje langer stil gestaan. Niet zo lang fappen. Ik stond ook nog stil, dus... Waar moet ik op fappen? Dat niet hoort. Kipnuggets? Ja. Level 55. 20 kipnuggets. Nee, 55. Rennen, jongen. 55 kipnuggets. Serieus, je kunt nog harder rennen dan ik op fietsen, Daan. Deze is oh mijn god, ik wil net mijn Pokédex versloopt. Ik... En het... Ik ga in ieder geval Pokéballs ga ik gewoon nu kopen, dus mijn Nuzlocke is hier begonnen. Jee, ik ben weer in een volgende stadje waar volgens mij weer een badge te vinden is. Hé, hey, ik kan die Ultraballs kopen. Zo, 21 stuks gekocht, probleem opgelost. Zo, ik ben blij. Oh, nog langer niet. Dat 12 Hyper Potions. Oké. En nog eventjes 20 max ripples. Max ripples. En dan heb je steeds 21 Pokémon over. Ja, ik kan weer even tegenaan. Ja, Kingdra gevangen. Kingdra. Kan je die gaan levelen? Ja, ik ga die beide levelen. Yes, Pokémon Centuur. Medic. Een Cloyster, een Scissor of een Sato. Scissor. Roze reet is cool. Oké. Nou, dood. Roze reet is cool en niet dood. Ik zou ook voor de Scissor gaan. Een Skull Fossil, cool. Een Lucky Egg. Wow. Lucky Egg. Lucky Egg. Ik word een kracht in DDB Management. Mijn ruiver daagt mij uit midden op een heel gammele brug. Gek! Weg! Oké, wat? Ability heb jij? Ja, oké. Is dit? Alsjeblieft. Nou, ik heb nog harder levelen. Nog harder levelen. Zij is dan nog meer te grinden! Ja. De bedoeling is om het spel te winnen, jongens, niet om je kapot te grinden. Mijn game? Ik ben doodgegaan. Mijn game is nu een grind game. Oh, wow. Ik heb een lucky egg, waarom zou ik klagen? Ja, dat is fucking goed. Fucking goed. Daar heb je het alweer verneukt, je hebt weer niet een lucky egg. Hoe krijg maar Amy doet nou niet mee, dus iemand anders moet het nu, dus dit krijg ik hem, hè? Ja, maar daar geeft het niet aan zichzelf. Nee, maar ja, dat als het daarom aan zichzelf geeft, denken ze echt dat hij het ziet. Hoe kan ik hier met je? Oh ja, Delcat die is dood, boeia. Een Eevee. Oh gast. Wah, wah.
Rhubarb. Deze tonnen beginnen wel heel rap te levelen. Ze gaan in één keer van level 32 naar 38. Gaat wel heel snel. Dan tegen Jupiter. Hoi Jupiter. Alto denkt, wie de fuck is Jupiter? Dat is een frostfles, die hoort nog wel bang voor te zijn volgens mij. Hoor je maar ghost. Bang voor te zijn? Frostfles is maar ghost ice zo, is niet echt eng. Ice vind ik over het algemeen toch niet zo leuk, geloof ik? Ja, maar jij bent de geëvalueerde vers, die kan net iets meer hebben als die van Daan. Dat is waar. Iets meer. We gaan weer naar beneden. Gaan we verder grinden. Oh ja, ik kan naar Iron Island gaan op de grinden. Of ik kan gewoon dat niet doen. Wat fuck dat. Ja, je hoeft niet te grinden met de level Pokémon die jij hebt. Ja, ik blijf wel. Ik ga wel. Ik schop 80% volgens mij van alle trends toch gewoon dood voor, ja, gewoon voor de extra XP. Dat is gewoon een story progression. Ja, daarom. Dus niet alsof ik een 6 allemaal op zoek level heb. Wat is dit? Oh, dit is de library. Volgens mij gaan ze die duik opblazen. Joehoe, Jim! Hey Cynthia! Zeg een ei, zoek, doe er wat leuks mee. Oh, de Jim die gebruikt Steel-type Pokémon, wat van die? Ik ben erbij, mijn Kingdra heeft een heel logische move geleerd. Hij heeft Acid geleerd. I don't know zuur. Why. Nee! Ik hoef geen Withdraw te leren. Niet? Nee. Maar dan wordt ze zwanger. Nee. Zo werkt dat niet. Ik weet niet welke logica jij leeft, maar zo werkt dat niet. Tuurlijk, gewoon van zeggen de kerk uit. Ja, geef me XP. Nee, ik wil gewoon switchen. Ja. Hey Pichu, kan een Pichu zwemmen? Antwa, ben je aan het grinden? Nee, ik ben nu net in het tweede dorpje. Je moet niet meteen voor de Pokéballs gaan, je moet zorgen dat je level 8 of 9 bent en dan pas voor de Pokéballs gaat. Ja. Maar ik mag wel potions gaan halen. Nee, dat is illegaal. Tuurlijk mag ik potjes halen. Seriously, hallo. Waarom zou je potjes halen? Je kunt doodgaan wat je wilt. Niets. Nog nah, wel, ja. Leuk. Daarom, je gaat pas potjes halen op het moment dat je niet meer... Ja, leuk. Onschendbaar bent. Het is goed, schijntje. Potjes helpen als je guillotined wordt ofzo. Ik vind het goed, schatje. Ze wordt niet geguillotined, ze deed een guillotine op een Pokémon Pikachu. Ja, maar laten we eerlijk zijn. Ja, op advies van jou, kut. Nee, dat was meer... Lucas was aan het kutten en jij geloofde hem daadwerkelijk. Voor de duidelijkheid, dat was het best advies. Best daarom. Advies wat ik kon geven, alle andere moves hadden zeker gedood. Guillotine hoort normaal te missen. Ja, normaal gesproken wel, ja. Ja, echt... Slecht advies. Ja, tuurlijk. Naar, Luke luisteren. Nee, ik merk het. Oh wow, Survivor is echt wel cool eigenlijk. Hoe die eruit ziet, of ja. Kom maar, dat een of andere Amazone met een speer in de hand. Nice. 56. Dan moet ik timestamp, ben ik als ik level up ga, kijk of het langer duurt voor Daan gek wordt. Waarom? Ik kom echt alleen maar de Joxes tegen je. Vangen dat krijg. Zolang ze jou niet doodmaken kun je gewoon lekker tegen je. Mm.
Ja, ik moet heel even denken dat ik even mijn team aanpassen, want Lul staat als tweede, dat is niet goed, want die kan items krijgen. Oh wauw, NATO level 40. Rond de dek. Maar kom op Rick, volhouden, je moet nou je leiding op daad houden. Nou, ik heb een lucky egg, dan moet, dat helpt wel. Ja, maar hij mag tot de vijfde gym gaan. Yep. Weet ik niet tot we. Ik weet wel ongeveer tot hoever ik moet. Ja, tot een duel battle ergens op het. Ja, net voor de stad van de vierde gym. Catching tutorial met een freaking Azelf. Altijd leuk. Volgens mij heb ik heel veel legendary die ik tegen ga komen. Er is ook een legendary in New York City. Ik moet even met mijn moeder praten. Ik ben vergeten met mijn moeder te praten. Daarom ben je toch weer slechte zoon. Ja, inderdaad. Ik kan Pokémon spelen, ja. Mom, I'm going out with Pokémon. Oké, okay, bye. En dan 5 weken later krijg je een brief binnen. Uw zoon of dochter is overleden. Ja, is. Dat moet ik, maar serieus. Nou, ik ga meteen voor was iedereen het was iedereen het eens met... Hey, op 10-jarige leeftijd gaan al die kindjes krijgen ze Pokémon en gaan ze weg? Of... Is iedereen die het dan niet mee eens was, zijn die op de steek afgeschoten of zo? Antwoord, wat jij trouwens iets zeggen? Mijn encounter is helaas geen Deoxys, maar een Steelix. Okay. Maar ik ga hem wel proberen te vangen. Doei. Steelix is fijn. Is een tank. Oh. Super langzaam. Klink is dood volgens mij, of het ding? Ja. Wie is dat? Klink, of mijn, nooit dat ding? Nee. Bronzorg is dood. Ah, Bronzorg. Dat is wel. Volgens mij wel, maar dat weet ik niet zeker. Is nou wel dood sowieso. Je was natuurlijk niet dood. Wel. Woehoe, Jimmy de positie. Een krampel, ik ben, Oh, en Drowsy is trouwens ook dood. Jij hebt ook al. Serieus Rick, je gaat nog geen down doen, hè? Ik was een dual battle wat ingelopen. Als je hebt tegen gezegd, had ik ook niks gezegd. Dual battles zijn niet grappig. Daarom. Maakt verder rest niet uit. Dan doe ik straks dingen met mijn drouwtjes, toch mijn haar in slaap, dus. Oh, time stack, ik heb een Gengar gewonnen. Maar je hebt nou de tweede badge, toch, hè? Zeg je? Je hebt de tweede badge, hè? Ja. En de Explorer Kit. Ja, en dan advies, je moet dan naar die stad waar de eerste badge zat, kun je eventjes de fossils laten uitkomen. Het kan, maar ik kan ook gewoon het niet doen en sneller op jou inlopen. Ja, maar je kunt daar wel extra levende schilden. Ja. Yeah, boy. En inlopen, nee. Ik heb een lucky egg, ik level hard hoor. Welk level zit je nou? 35? Oh, is allemaal 21 levels. Ik heb nog steeds speeder button. Ja, maar dat is tot nog niet eens de vierde gym. En ik ben mijn derde gym nog niet eens, dus. Je bent al bij de zesde. Wanneer mijn eerste trainer? Encounter en die zesde is heel erg irritant met up-down, 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 up-down. Dat op die platformen stappen, daar word je helemaal gek van. Ja, dat weet ik nog niet dus. Nu er niet druk om maken. Alhoewel ik moet zeggen dat die Ice Gym in Pokémon Emerald, die was echt irritant. Op het laatst. Oh ja, mag maar 1 keer over elk vakje lopen. Hij loopt het juiste patroontje, weet je wat? Ja. Want dood nee. Oeh. Houndoom. Hey, Max Capel. Cool. Deoxys is trouwens freaking cute. Deoxys is fucking eng. Op het algemeen is Deoxys best eng, ja. Nee, yeah, this is cute. Yeah! Gym battle!
ik zeg je zo, als je in de wereld van Pokémon leeft, waarom zou je geen Pokémon hebben? I don't know and I don't fucking care. Fucking bent. Oh ja, dan moet je Miltank. Oeh, Miltank is ook cute. Moet jou vechten. Yes! Eet shit, Dragonair. Hey, een Mankey, had die ook niet als starter? Of had ik een Prime Ape? Flow idee. Is het niet Ren? Ooit een keer. Die had ik toen had ik Kip Nugget toen. Niet heel hard. Ah, volgens mij heb je hem dood laten gaan, ja. Ja, level 57. Oh wow, zijn laatste Pokémon is een Shuckle. Shuckle ziet eruit alsof kannibalen iemand in de pot gegooid hebben. Hier is een clown. Oh yeah, victory. En weer een badge. Kom op, daar heb ik ook ik wil timestamp, ik heb de landmijn badge. Ah, wees er. Welke badge had je? De landmijn badge. Zo dat. Zeg je de mine badge? Ah. Is dit trouwens niet papa van de eerste gym? Ja. En hij zei dat zijn zoon een film moest leren, hij moet zijn back houden. Oh nee, ik heb Charge Beam als DM gekregen. Je kan het niet kijken. Moet je trouwens teleurstellen, Luc, ik ga mijn Gengar niet trainen. Wat? Ik ga Gengar niet trainen. Als hij een beetje fatsoenlijke moves al een beetje had, dan zou ik dat wel doen, maar... Kom op man, je moet het gewoon... Gengar heet toch wel dood, of niet? Nee, ook niet. Ah, Daan! Pat, ik ga niet jouw naam geven. En dan win je! Ja, nou niet meer, nee. Maar... Zeg jij? Goed, Oh ja, als we er maar zijn die van bibliotheken houden, die wordt zometeen opgeblazen. Mijn excuses. No. Wat is er? Nee, ik mag niet naar de bibliotheek. Ik moet eerst op de boot, want ik moet de HM strength halen. Ah, oh, oké. Okay. Christ. En dan wordt die boot opgeblazen natuurlijk, want waarom niet? Ik heb 30 powder, wat een feest. Ik beweeg nog eens niet en ik krijg een Pokémon. Ik heb een jurk. Nou, dat was looking. Ja, ik kan, niet, ik kan in de Iron Link trainen als ik wil, maar daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Ik heb zojuist timestamp van mijn Steelix is dood. Ah. Moet dat nou weer? Ja, natuurlijk. Je kent me. Aan heeft weer genoeg te doen vrijdag. Te horen. Morgen. Ik was het niet. Jawel. Hey, wie is de Pokémon game al nieuw aan het spelen? Wie ben jij, Betrieger? Ik weet niet wie ik ben. Wie ben jij? Ik ben... Oma. Yo, where's the nightmare, man? Nee. Ik ben je moeder. Ja, je fucking moeder. What the fuck? Nee. Het gaat... Ik ben... Je oma, ja. Oké, okay, dames en heren. Ik ga een poging doen om Larvitar te vangen. Laar! Oh nee, ik heb lavaploem gebruikt. Volgens mij hebben we nog 5 minuten of zo. Nah, Skite is dood.
Hoeveel? 3,5 minuut. Oh. Dan stelt erin naar boven, ik moet proberen de story te pakken. Nee, ik wil niet zeilen. Dit is een fucking. Dit is een speedboot, geen zeilboot. Snel. Want dan moet ik luisteren naar een gemekken van een half uur. Yeah, ik heb een kabutops gevangen. Nice. Iedereen van Pokémon, behalve ik. Nice. Zei ik niet, de mijne is echt na 5 seconden dood. Ja, maar kijk, ik zou ook niet door jou gevangen willen worden, al had je het, Ger. Ah! Dat zei je niet toen je in de hot tub zat. Dat. Maar daar ben ik niet gevangen, er waren geen pokeballen bij betrokken. Er waren wel ballen bij betrokken, doof. Ja, duh, ik was er zelf bij, dus Ja, al. Zat je niet gevangen in ik ook. Hot tub. Ja, trainer. Ja, je bent een trainer. Wel jammer dat de AnimeCon nou niet doorgaat, hadden we kunnen hebben. Je had een vriend, want we waren niet zo. Dus? Dat betekent niet dat ik pas skinny dippen. Dat je niet mag vreemd gaan? Oké. Okay. Vreemd gaan is anders. Maar je verdedigt jezelf niet. Wat? Waarvoor? Heb ik mezelf te verdedigen dan? Ja. Waarom? Als jij Pokémon dood. Wat heb ik nou weer gedaan? Ja, je Pokémon in leven houden. Je bent om te vreemd te gaan met je vriend. Nee, ik ga niet vreemd. Oké, okay. Dat is ook. Kijk of we Gym 3 ook maar meteen halen of dat ik opnieuw kan beginnen. Ben ik ook zeker niet waarom van plan. Waarom zou je beginnen? Weet niet, omdat ik dood ga of zo? Oh mijn god, ze hebben een leek opgeblazen. Holy shit! Nee. Die plasma krijgt zo meteen mijn voet onder een reet. Oh ja, het is een kinkra. Ik heb ook een kinkra. De mijne kent het. Oké, Jet Badge 3. Cool. Wat? Daar vanaf. Yay, geld. Ik kan nog revive toch? Dat is ons geld. Nee, daar kun je natuurlijk niet heen vliegen. Godverdomme, dan moet ik er helemaal heen gaan marcheren. Ik heb gewoon geen boost aan. Moet het? 3, 2, 1. Stop. 7. Yay, found the Razor Claw. Dan zegt ze nadat daar gezegd is stop. Ja, omdat ik hem op zijn stopmoment pakte en het daarna pas kon lezen. Ah. Ivink. Ik moest zelfs een lot of data saven. Ja, ja same. Een gymbadge heb ik gehaald. Zodra een gymbadge heb ik 2. Nee, innen. Eén gym badge en 2 Pokémon dood. Fuck. Well, I'm done. Ja, ik heb hem gezicht. Marek, gefeliciteerd. Jij bent de enige die naast mij niet is dood gegaan deze episode. Hey. Hoe voel je je? Ik ging bijna dood hoor. Ik ging ook niet helemaal lekker. Nou, op zich, ik... Ondanks dat ik dood ben, ik heb wel weer 2 coole Pokémon voor terug, dus... Ja, best prima. Met een lucky egg gaat alles wel beter, hè? Ja, daarom. Als die ook nog eentje zou kunnen krijgen... Dat mag niet. Dan heb je gehackt. Dan heb je meteen verloren. Zo heb ik gehackt als ik een lucky egg vind? Jij maakt ze. Wink wink. Ja, en ik kan echt items kan ik echt manipuleren. Weet ik niet of dat kan. Nee.
Ik vind wel dat bij, als we de black and white Nuzlocke doen, dat iedereen een lucky egg moet krijgen. Alleen als het alleen maar om die HP of die XP grind tegen te gaan. Ja, als ik dat had zou kunnen doen, dan zou ik het daadwerkelijk hebben gedaan, maar nee. Ballen. Ik zou echt niet weten. Kijk, een lucky egg is normaal ook al broken, maar een black and white is helemaal OP. Ja, nee, dan die bij black and white een lucky egg krijgt, die gaat winnen. Nee, dat is gewoon een noodzakelijkheid onderhand bij black and white. Maar daarom is diegene die gaat winnen, dat is de enige die door de game heen komt. Ja, 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 dat klopt. Jullie krijgen ook sowieso in het begin 5 save-files, hè? Dat weten jullie. Die maal. Maar 5, ik had er 50 verwacht. 50? Waarom? Dan moet ik meerdere sessies naar jullie versturen. En voor de duidelijkheid, weet je hoeveel fucking Pokémon je kunt krijgen in Black and White? Je begint, je krijgt er 3. Bocht, ja, zelfbocht, bocht, zelfbocht. Je hoeft nog niet zelfmoord te plegen. De game maakt je dood als je geen zoek hebt. Ja, heren en dames, hebben jullie nog iets toe te voegen voor onze kijkers? Nee. Miauw. Miauw. Nya nya. Weet ik wel. Oh. bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie kijkers weer. De volgende keer! Yo! Tot de volgende keer! Doei. Smel je later!